Om verkeer naar de nieuwe burgemeester van Bremenweg te lokken, waardeert Monverland vanaf het einde van dit jaar de Drieheuvelenweg en aanliggende straten af. Dit gebeurt op verschillende plekken. Zo wordt de Drieheuvelenweg zelf onder meer aangepast met een snelheidverlaging naar 60 km per uur, wegversmallingen en het verwijderen van de bypass op de rotonde met de Terboogse weg. Daarnaast worden de kruisingen met de Drieheuvelenweg gelijkmatig, behalve de kruising met Den Aam. Hier blijft de voorrangssituatie behouden. De weg richting het centrum van Zerenberg wordt tussen de kruising Zedamseweg met de korensingel en de kruising van de Oude Doetinchemseweg weg aangepast van 80 naar een 30 km per uur weg.